Het Antwerpse juwelenmerk Bona wil 1,5 miljoen euro vers kapitaal ophalen via een crowdfundingcampagne over heel Europa. Het merk wil de strijd aanbinden met grote huizen als Cartier en Tiffany met hoogwaardige diamantjuwelen. Maar in plaats van dure boutiques kiest het heel bewust voor het internet als verkoopskanaal. Bona heeft showrooms in Antwerpen, Parijs, Genève, Bombay en Hongkong. Maar het is vooral een webwinkel. 80% van de omzet wordt online binnengehaald. Een aparte aanpak voor luxe juwelen. Maar erg logisch, vinden de oprichters. Mensen hebben daar een verkeerd beeld voor. Ik denk dat je eigenlijk, als je online iets koopt, dat je veel meer comfortelementen hebt als dat je vroeger bij de gewone juwelier koopt. We geven certificaten. Mensen, als ze vragen over een juwelenmaat, het is allemaal techniek in feite om op voorhand de juweelmaat te kunnen bepalen. Mensen schrijven ook reviews, dus als je uiteindelijk je kwaliteit gewoon echt niet hanteert die je belooft, dan ga je heel snel worden afgestraft online door de consumenten. Bona verkoopt gecertificeerde diamanten die het aankoopt in India. Zonder dure marketing en veel fysieke verkooppunten zijn ze een stuk goedkoper dan de concurrentie. Als je een standaard verlovingsring zou nemen van bijvoorbeeld 1 karaat GVS2... met een certificaat en een handmade in Antwerp, dan betaal je bij ons ongeveer 5000 euro. Als je naar de gekende grote merken gaat, zoals Cartier en Tiffany, zou je al vlug 3 keer de prijs betalen. Het bedrijf groeit jaar op jaar met 40% in omzet. Om die groei te financieren heeft het al 5 miljoen opgehaald bij investeerders. Nu opent het zijn kapitaal ook voor crowdfunders. Een Europese crowdfunding, dat is eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurt. Dus we gaan niet alleen naar 1 lokale markt, maar we gaan eigenlijk naar heel Europa. Dat is toch een markt van 500 miljoen mensen. Om dat te mogen doen, in feite moesten we eerst een prospectus maken. Die moest goedgekeurd worden door de FSMA. Ook over de exit-strategie is al nagedacht. Bona wil zich in de kijker werken van de grote luxe huizen. Het is misschien wel een logische volgende stap dat er een grotere groep een participatie zou nemen in ons bedrijf. Op die manier zouden we misschien nog meer hun netwerk kunnen gebruiken om nog verder door te groeien en misschien wel de belangrijkste online juwelier te worden. Eerder heeft een Chinese investeerder al een overnamebod gedaan, maar dat heeft het bedrijf afgewezen.